De coalitiepartijen van Mooken-Middelaar hebben een nieuwe energievisie opgesteld. Net als talloze andere gemeenten heeft Moken-Middelaar een doel in oog voor complete energieneutraliteit. De coalitie heeft het jaar 2030 daarvoor uitgekozen. Stambrinkhoff is met de VVD deel van de oppositie. En in het radioprogramma Studio De Streek vertelt hij ook naar een duurzamere toekomst te streven. Maar de huidige energievisie vindt hij onrealistisch en 2030 is onhaalbaar. Daar zit een opzomming in van, van doelstellingen. Daar worden eh, tijdspaden eh, aangehangen. En als je het verhaal leest, dan weet je zeker, daar komt geen barst van terecht. Dat is gewoon de, dermate utopisch opgesteld. En dan zeggen ze, ja, je moet natuurlijk wel een keer een, een ambitie durven tonen en zo. En ze zeggen, ja, zo kan ik ook ambities tonen. Maar ze, ik, vind het, ik vind het wat uh, inhoudelijk wat sterker als je een ambitie toont waar je ook echt iets mee kunt gaan doen. Brinkhoff is van mening dat er niet genoeg concreets in het uitvoeringsprogramma van de coalitie staat. Volgens hem moet de gemeente meer met de inwoner communiceren om erachter te komen wat wel en wat niet realistisch is. Het zogenaamde middennet waar zonnepanelen op aangesloten moeten worden, heeft volgens Brinkhoff niet genoeg draagvlak om de energievisie te realiseren. In zijn reactie benadrukt hij de moderne kolencentrales van Moken Middelaar die regelbaar gemaakt worden, wat volgens hem al een enorme verbetering is. Ik ben er zelf voorbij, net bij netbeheerders geweest. Ik heb met die techneuten gesproken. Ik zeg: Jongens, leg me nou eens uit wat. We roepen dat allemaal wel, maar kunnen we dat überhaupt realiseren? Ja, shit, dat kun je alleen maar realiseren als wij onze netten gaan aanpassen. Dat gaat heel veel geld kosten. Dat zullen we moeten doorberekenen in, in de netprijzen. Hè? Want je hebt een aansluitingskosten in je, in je energienota zitten. Nou ja, daar, daar, daar gaan veranderingen in komen. Dan zullen we toch eerst eens willen weten, dan van als nou, en wat gaat dat, wat gaat die verandering dan voorstellen? Maar zeg je dan, het gaat veel geld kosten, het gaat veel tijd kosten, toch doen. Maar dus die ambitie van zo snel is niet Tuurlijk. realistisch. Tuurlijk moet je het doen, maar je moet wel realistisch blijven. Je moet het zodanig uitleggen dat die burger meegaat in, in dit hele verhaal. Iedereen rolt over elkaar heen. Die hele politiek is nu op een dusdanig manier bezig. Zijn burger totaal te vervreemden van een ongelooflijke belangrijke transitie. Brinkhoff heeft een manifest opgesteld met andere VVD-fracties in de regio, waarbij hij als regioclub landelijk uit wil dragen dat duurzaamheid een vereiste is, maar dat het verhaal realistisch moet blijven. Punt 1 in Brinkhofs manifest is dat kerncentrales een veilige en beheersbare oplossing is, dat qua energieproductie haalbaar is. Thoriumcentrales produceren afval met een kortere afbreektijd van 100 jaar, maar kosten erg veel geld. Volgens Brinkhoff is dat dan maar zo. Hij vindt het een belangrijke stap vooruit.